Wij bij de Clipsjesfabriek werken nauw samen met verschillende mbo-scholen in het land. Daarom vragen wij de medewerkers en de studenten van die mbo-instellingen hoe ze eigenlijk aankijken tegen het onderwijs in de nieuwe anderhalve meter samenleving. Natuurlijk op gepaste afstand. Nou, wij hebben op het moment dat we het hoorden van de persconferentie, hebben we gelijk een werkgroep in het leven geroepen die gekeken heeft naar hoe gaan we het onderwijs vormgeven, hoe gaan we ons houden aan alle maatregelen die op dat moment waren. Als je al zag wat wij dus binnen de school en aan de voorkant voordat je de school binnenkomt, staat al heel duidelijk aan wat dus het reglement is. Maar er staat ook al duidelijk aan dat je dus anderhalve meter afstand moet houden van elkaar. Ik verwacht dat we voor een deel op school zullen gaan zitten en een deel thuis, afhankelijk van de les. Want niet alles kan natuurlijk op school, want in het gelijkheid op school moet zijn, dan kun je niet de afstand bewaren. En ik verwacht dat we, als je wel op school komt, waarschijnlijk in kleinere groepen. Want de hele klas past niet meer in de lokaal, want dan kun je geen afstand behouden. We hebben gekeken naar de oppervlakte van de lokalen. Dus we hebben gekeken hoe kun je die anderhalve meter in de gaten houden zonder dat je elkaar in de weg loopt. Dus we hebben gezegd dat per lokaal, bijvoorbeeld in de werkplaatsen hier, 6 studenten kunnen maximaal. Hier kan dus veilig lesgegeven worden. Het is allemaal dus op zo'n 1,5 tot 2 meter afstand van elkaar. We hebben dus ook alles dus gemarkeerd dus waar ze dus niet mogen staan, maar wel waar ze dus wel mogen werken. En dat hebben we dus door middel dus van tapes hebben wij dat dus aangebracht, zowel op de vloer als dus ook op de werkbank. Het spannende wordt straks als vanaf 15 juni inderdaad weer meer studenten komen, om te kijken van werken de routes, werken de afspraken die we hebben gemaakt met elkaar, staan de dingen op de juiste plekken bijvoorbeeld. En gaan studenten zich eraan houden, maar ik verwacht dat laatste wel dat wel goed komt. Ik vind het gewoon fijn om hier zelf te werken, dat het kan. En qua risico, ja, ik denk dat als gewoon school alles goed regelt, dan zou het geen risico hoeven te zijn. Hè? Tot nu toe gaat het hier helemaal super. Nou, we waren verrassend makkelijk overgeschakeld naar het hele online gebeuren. Want het was echt noodzaak om natuurlijk het in één keer te doen. Dus je merkte dat we in een week tijd hebben heel Sibab meegekregen in Teams werken. Dat was iets wat we hier voorheen niet deden. We zijn ook een creatieve school en dan merk je dat online is soms nog een beetje onwennig. Maar ik zie dat mijn collega's zich echt hartstikke goed hebben gered. En die week die we gebruikt hebben om het voor te bereiden heeft echt ook geholpen. En ze zijn nu al een paar weken bezig en gaan hartstikke goed. Dus boven verwachting snel geschakeld. En ik verwacht dat we dat dus ook volgend jaar gewoon kunnen blijven doen. Jullie hebben het gehoord. Overal worden de nodige aanpassingen gedaan om onderwijs in deze tijd mogelijk te maken. Dit vergt veel creativiteit en flexibiliteit. Niet alleen van docenten en medewerkers, maar ook van de studenten. Onderwijs gaat namelijk om contact, maar dat kan ook met anderhalve meter afstand. Dit zullen wij de komende tijd gaan bewijzen.